Er is een van de bekendste torens, of torentjes, van Eindhoven. De klokkentoren van het station. Toch hebben maar weinig mensen de toren ooit van binnen gezien. EDTV nam een kijkje en werd rondgeleid door een nog naheigende locatiebeheerder van het station. Ad Kater. Nou, de klokkentoren is 22 meter hoog. Nog even uitheigen. En hier zat vroeger de oude schoorsteen achter. Van stationsgebouw en dat is nog ongebruikt nou tegenwoordig. En hier hebben we het uitzicht over het voorplein. En hier wordt altijd gevlacht. Gaat het een beetje nek aan? Ja, nou. Klein beetje gaat het, ja. Nou, hij wordt s'avonds mooi aangelegd door uplighters. Diverse kleuren. Zit er allemaal up-to-date uit, past echt bij GLO, de verlichting van station Eindhoven. Dat is een hele klem. Beneden gaat het stuk sneller, hè? Ja, nee, ik kan mij goed geloven dat het geen liefhebberij is voor mensen om hier de vlag op te hangen. Dat is elke keer een uitdaging. Kijk hier alle kanten uit, tot de Catharinentoren. Ja, aan de andere kant PSV-stadion, dus ja, een goed overzicht hier. Dus hier zijn heel wat dingen gebeurd die niet op de beugel kunnen? Nou, hier in de klokkentoren nog niet. Niet echt weet, het zou best kunnen. Het is mooi stil, dus wie weet. Maar ja, het is een avontuur op hoogte dan. Een mooi liefdesplekje lijkt me zo. Ik kan mij niet voorstellen, maar het zou wel kunnen, ja. Ja, verder is er eigenlijk heel weinig te vertellen hier over de klokkentoren. Nou, voorzichtig naar beneden zo. Ja? Oké, dat doen we dan. Hé, dat is zo, hè. En terwijl Ad weer naar beneden klautert, probeert dit meisje haar fiets terug te vinden. Succes!